decennia lang wordt in Nederland afgekoppeld. Door afkoppelen gaat regenwater in de stad niet langer via een gemengd rioolstelsel naar de RWZI, maar bijvoorbeeld via een hemelwaterriool naar het oppervlaktewater of via een infiltratievoorziening naar de bodem. Belangrijk is dat door afkoppelen geen regenwater zomaar verdwijnt, maar dat het ergens anders terechtkomt. Bij afkoppelen via infiltratie wordt de afvoerpiek naar het omliggende gebied lager en trager dan bij gemengde riolering. Door afkoppelen blijft meer regenwater lokaal in de wijk. Betekent dit dan ook lokaal extra wateroverlast? Of helpt afkoppelen juist bij het tegengaan van wateroverlast? Het antwoord op deze vraag hangt af van hoe er is afgekoppeld. De manier van ingrijpen in het stedelijke watersysteem bepaalt of en zo ja welk effect optreedt. Om dit inzichtelijk te maken, bekijken we eerst het stedelijke watersysteem in de oude situatie met een traditioneel gemengd stelsel. Het bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een woning met dakgoot en regenpijp, een huisaansluiting, een weg met straatkolk en kolkleiding, een gemengd riool met afvoer naar de RWZI en met een overstort voor afvoer naar het oppervlaktewater, het stedelijk oppervlaktewater en tenslotte het landelijk oppervlaktewater. In de loop van vele jaren zijn deze onderdelen op elkaar afgestemd om zo goed mogelijk te functioneren bij een extreme bui. Elk van deze onderdelen heeft een afvoercapaciteit en een berging of nooduitlaat voor als de aanvoer groter wordt dan de afvoercapaciteit. In Nederland bedraagt de maximum neerslagintensiteit ongeveer 200 mm per uur gedurende maximaal enkele minuten. Voor een heel uur gaan we in het huidige klimaat uit van 70 mm in een uur. Deze T is 100 bui gebruiken we bijvoorbeeld voor stresstesten. De dakgoot en regenpijp kennen meestal een maximale afvoer van 108 mm per uur. Als het harder regent dan dat, mag het extra water over de rand van de dakgoot in de tuin vallen. De huisaansluiting heeft een ontwerpcapaciteit van ongeveer 40 mm per uur. Bij intensievere buien moet het ontlastputje in werking treden en loopt overtollig regenwater rechtstreeks de tuin in of de straat op. Straatkolken en kolkleidingen hebben een capaciteit van circa 54 mm per uur en kunnen daarmee ongeveer evenveel regenwater verwerken als huisaansluitingen. Buien die groter zijn, worden tijdelijk op straat geborgen. De straat, ofwel de openbare ruimte, heeft traditioneel een berging van ongeveer 30 mm neerslag tussen de stoepbanden. Deze capaciteit is wel sterk afhankelijk van het straatprofiel en kan in stadscentra met drempelloze straten nagenoeg verdwenen zijn. Het gemengde rioolstelsel heeft ongeveer 8 mm berging om regenwater op te vangen. Overstorten hebben een capaciteit van 22 mm per uur in vlak Nederland tot 33 mm per uur in hellende gebieden. Bij grotere buien wordt er teveel aan regenwater ook tijdelijk op straat geborgen. De afvoercapaciteit naar de zuivering bedraagt ongeveer 0,7 mm per uur en is daarmee veel kleiner dan de belasting op het rioolstelsel bij een grote bui. Deze afvoer draagt dus vrijwel niets bij aan het beperken van wateroverlast tijdens hevige buien. Het is alleen bedoeld om het rioolstelsel weer op tijd leeg te krijgen voor de volgende bui. Het water uit de overstort komt in het stedelijk oppervlaktewater dat meestal 30 mm berging heeft en een afvoercapaciteit naar het landelijke oppervlaktewater van ongeveer een halve millimeter per uur. Het stedelijke watersysteem bestaat dus uit een groot aantal onderdelen die onderling in balans moeten zijn en blijven. Als je gaat afkoppelen, pas je één of meer onderdelen van dit systeem aan. Dat kan tot problemen leiden als je de samenhang met andere onderdelen niet goed in de gaten houdt. Een veelgemaakte denkfout is dat afkoppelen via een hemelwaterriool altijd helpt tegen wateroverlast. Maar als je een gemengd riool met een berging van 8 mm vervangt door een verdronken hemelwaterriool
met gelijke afvoercapaciteit, ben je in feite die 8 mm berging kwijt. Wateroverlast zal na dit afkoppelen dus juist eerder optreden. Alleen als de berging en of de afvoercapaciteit van het nieuwe hemelwaterriool groter wordt, zal de wateroverlast verminderen. Let wel op, als het nieuwe hemelwaterriool loost op de dichtstbijzijnde kleine sloot, die minder capaciteit heeft dan het water waar de oorspronkelijke gemengde overstort op loosde, kan ook onbedoeld de kans op wateroverlast vanuit die sloot alsnog toenemen. Hetzelfde geldt voor afkoppelen via infiltratievoorzieningen. Alleen als de hydraulische capaciteit toeneemt ten opzichte van het oorspronkelijke gemengde stelsel, zal de wateroverlast afnemen. Infiltratie levert door de aanvulling van het grondwater ook een bijdrage aan de bestrijding van de gevolgen van droogte. Afkoppelen leidt ook tot een vermindering van wateroverlast als daadwerkelijk verhard oppervlak wordt verwijderd. Stenen eruit, groen erin. Daardoor hoeft minder afstromend hemelwater verwerkt te worden. Afkoppelen kan dus zeker helpen bij het tegengaan van wateroverlast. Maar alleen als verhard oppervlak wordt verwijderd en of extra berging of afvoercapaciteit wordt gecreëerd. In andere uitvoeringsvormen blijft de overlast gelijk of neemt zelfs toe. Voor verdere verdieping en meer informatie over de kansen en risico's van afkoppelen, kunt u het STOA-rapport lezen of andere animaties bekijken.